Hallo, ik ben Dylan en welkom in het Dylan Theater. En dit is het dorpje Atlantis. En het was een heel rustig stadje en iedereen was vrienden met elkaar. Maar op een dag kwam een hele erge storm. En iedereen gilde. En toen was iedereen dood en er was geen leven meer. Maar nu is het gewoon een dorpje onder het water. En dit was mijn show. Doei! Dit is Atlantis. Het is de geschiedenis van Atlantis. Atlantis was een heel mooi dorpje met allemaal grote huizen. Er waren heel veel rijke mensen en ze zeggen zelfs dat het hele slimme mensen waren. Maar op een gegeven moment kwamen er hele hoge golven voorbij. Atlantis ging onder water. Het waren geen normale mooie huizen meer, maar het waren ruïnes geworden. Je zag allemaal brokstukken. Iedereen was op zoek naar Atlantis. Net als deze onderzeevaarder. De onderzeeboot ging langs Atlantis. En wat ze daar zagen was heel bijzonder. Het was een paars licht in Atlantis. En deze onderzeeër is nooit meer teruggezien. Einde. Mijn verhaal gaat over Atlantis en het heet De Komeet. Het geheim van de octopus en de sport. Op een dag kwam er een inktvis. Waarom is het hier helemaal vol met tennis? Tennis is stom. Ik wil het niet. Ik ga hier het land veroveren. En jij helpt mij daarbij. Dina? Oké, koning. En toen ontmoette de koning en de inktvis octo iets elkaar. En ze vonden zo te zien elkaar niet zo leuk. Hallo, jullie spelen tennis. Ja, dat is goed. Wij spelen voetbal, dat is heel leuk. Poink, poink, poink. Toef, toef, toef. Hij sloeg met de tennisracket. Toink, 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 toink. Keihard. De inktvis ging bijna dood. Maar opeens schoot de inktvis keihard een bal. En toen was de zeemens dood. Jee! Ik heb gewonnen! Jee! Ik vond tennis zelf toch wel wat leuker. En zo schopten ze alle zeeplantjes kapot. En dat was het einde. Dit is mijn show. Het heet De Erge Show. Oké. Er was eens een keer een dorpje. Op een dag kwam er een hele hoge golf. Die verwoestte huizen. In open. Einde. Hallo, mijn verhaal heet Atlantis. Ooit was er een gezonken stad. Dat kwam doordat de golven hem over hem heen ging. Dat was natuurlijk heel erg, want iedereen verdronk. En sindsdien is er niets meer gehoord. Atlantis. Atlantis is een land met grote kusten en een strand. Met mooie vogels, vele dieren en mooie zeeën en veel pieren. Maar de mensen in Atlantis, die waren
alleen maar verwend geraakt. Het leven daar was zo gemakkelijk dat iedereen op zijn luie stoel tv zat te kijken. Niemand kwam er buiten. Niemand deed iets. Iedereen was binnen. Het was er heel saai. Het was er heel stil. Iedereen zat fastfood te eten. Het leven werd er te verwend. En dat vond God niet goed. Dus God liet een zonsverduistering komen. Maar dat hielp niet. Daarna stuurde hij lava naar Atlantis. Maar dat hielp niet. Dus toen dacht hij aan een overstroming. Een heel mooi eiland met een heel mooi kasteel en een monument. Maar niemand wist wat het monument was. Het kon van alles zijn, een zeemeermin, een egel, van alles. En als je het wist, moest je het intypen en dan voer je de code in. En als je het goed hebt, gaat het duur deurtje open en dan komt er een verrassing uit. Maar op een dag kwam er een grote vloedgolf aan. En alles onder water. Iedereen was dood. Maar er verhuisden 3 visjes naar Atlantis. En woonden in het kasteel nu. Het kasteel was verwoest en alles. En zoekten en kijkten wat het was. Een monument. Dus, ze keken heel goed en dachten na. Het is misschien wel een zeemeermin. Dus ze typen zeemeermin in. En het was juist. Maar was in een deurtje. Een ander visje. En ze werden dikke vrienden. En ze reisden overal rond en bouwden een nieuw kasteel. En dat was het. Mijn heet Atlantis. Nou, er was dus een dorpje en dat heette Atlantis. Nou daar was het heel gezellig normaal. Alleen toen kwam echt een hele grote golf. Die nam me mee naar de zee. Nou, gelukkig had Atlantis een koepel. En onthoud de koepel even in je hoofd, want ik kan niet alles tegelijk. Nou, ondertussen zagen ze heel veel dingen. Ze zeiden alleen nog zwemmen. Alleen toch gewoon zitten. En dat was mijn verhaal. Mijn verhaal heet Het Geheim van de Zee. Da, 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 da. Het was heel erg rustig in de zee. Ik ga weer naar mijn huisje. Zo, Okkie, zullen we weer een grap uithalen? Nee, dat is niet goed en ook niet leuk voor de mensen. We gaan die koning eens een lesje leren. Nee, dat is niet goed. Hij is mijn vriend. Wat zeg je nou? Vriend? Zo. Zeemeerminnetje van me, zullen we eens wat leuks gaan doen, maar kijk wel op. Let wel op, omdat de grote haai is veel wat plannetjes aan het doen. Nou, ja, en trouwens, vroeg of laat gaat de zee overstromen, dus kijk uit. Haha, koning, ik ga je wel mozzelen. Nee! Doe het alsjeblieft niet. Dit rijk is van mij namelijk. Nee, dit rijk was van mij. Poef, 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 poef. Zullen we dan nu eens vriendjes? Haitje, ik kwam bij je op bezoek. Weet je waarom? Nee. Ik zat te denken. Als jullie nou vrede sluiten. Dat is toch veel leuker dan alleen maar ruzie maken? Ja, dat is wel veel leuker. Dus we gaan nu vrede sluiten. Zullen we vrede doen? Oké. Het mysterie van Atlantis. Het was een mooie dag. En
Pietje loopte vrolijk rond, maar opeens kwamen de donkere wolken. Oh, dan is mijn wandelingetje weg. Oh, ik weet al wie hierachter zit. De gemene heks. Moehahaha, dit rijk wordt nu van mij alleen. Oh nee, alles gaat onder water. Oh nee, wow, alles is onder water. Ik had aan één dingetje niet gedacht, want ik ben zelf nu ook onder water.